Yo, kijkers van Watchjagger, welkom bij deze tour door Kingmera. En ja, vandaag zitten we dus op een speciale plek, zo te zien. En ja, dit is niet zomaar een speciale plek, want ja, ik ga even uit de F5 modes en dan zien jullie hier een dorp. En dit dorp is een oud elfendorp, het is niet echt groot, het bevat 3 huisjes. Hier was de allereerste episode van Kingmera eigenlijk. Hier begon het allemaal in het dorp. Hier was, als het goed is, hier zaten een paar orks en zat zo om te kampvuren, zat die vlees te eten, maar dat is nu weg. En ja, dat zijn een paar van dit soort simpele huisjes ontstaan. Ik vind ze niet echt al te mooi of zo, maar ze kunnen er wel mee door. Ja, en natuurlijk een paar orkentents. Want we zitten hier niet zomaar in een normaal land of zo. Dit land is eigenlijk veroverd door orks. En die zitten hier nu al. Maar wij hebben ze hier weg weten te jagen. In episode 13 of zo, weet ik niet meer. Het is een tijdje geleden. Maar zoals je hier dan ziet, het gaat hier voornamelijk om de landscaping. Zo is hier voornamelijk allemaal, ligt hier allemaal sneeuw en oh, black spike paints. Goed, maar dan heb je hier bijvoorbeeld bomen en een beetje van die paaltjes langs de routes en een kapotte hooikar of zo. En daarachter zit een bootje en dan volg je gewoon dit pad. En dan kom je bij steeds drukkere stukken. Nou, met storylines zijn we hier ook langs gekomen. We konden over deze brug heen, maar te gebeuren hier aan het eind van deze brug gebeurde er iets. Gewoon out of the nowhere stonden hier 2 orks, we stonden al klaar en ze werden opeens gekild en dat was best wel vaag. Dus stonden ze daar en het was zo van oké, hier is iemand. En dan bleek dus Timo te zijn, een elf die hier leefde. Dit was een huis, het is helemaal afgebroken en hij wilde kijken of er nog spullen lagen. Maar goed, zijn zwaard en als ze verdere spullen zijn afgepakt door orks, dus moesten ze pakken. En dat was in een ander dorp. Nou goed, wij hebben dit heb ik dus zelf gemaakt, dit huisje. Het is niet echt bijzonder of zo. Net zoals dat bruggetje, het is niet echt iets wat er had hoeven te staan. Maar ik vond het wel leuk. En ja, het is toch wel iets wat weer wat detaillering toevoegt aan de stad. En het is gewoon heel leuk. Nou, vervolgens kunnen we hier verder het pad langs. Zo over het pad. En dan zie je vanaf hier kan je al een beetje een glimps opvangen van het, ja, het elfendorpje. En toen waren we in Storyline, zaten we dingen te bespreken hoe we dit konden benaderen. Ja, dat was op zich wel goed en toen klommen we over de muren heen. Maar eigenlijk is dit gewoon een elfendorp. Als je hier ook van bovenaf kijkt, de stad moet wel, of het dorpje moet wel iets laden. Het is gewoon eigenlijk gewoon een dorpje. Het staan iets van een paar 10 huisjes of zo. En ja, daar wonen dus gewoon de elfen. Maar toen in de revolutie van de orks, dat die orks het overnamen. Waar nog een video over komt, mensen. Ja, die hebben dit dus overgenomen. En alles wat in deze omgeving is, is nu van de orks. Waardoor de elfen nu weg zijn. Dit is de hoofdtent van de orks. Hier staat Cold Rock. En hier zat het zwaard in van Timo. Zoals je kan zien, nu zit er blauwe bol in. En Sam werd hier geraakt, waardoor hij zijn billen brandde. En dat we zo snel moesten rennen, weet je wel. Oh nee, zo, oh. Oh, nou. En goed, ik ga even creative, dat is wel makkelijker. Dan wordt het niet gehit, maar het gaat erom dat hier, dat het straks weer wat, als we weer wat verder zijn met het stuk, dat het weer wat leven inbrengt. Of dat het weer wat gezelliger wordt in dit soort stadjes, want het is nou nog allemaal overgenomen door de orks, maar er komt een soort van dramatiek einde aan. En dat zullen jullie nog zien in de volgende episodes. Het wordt heel spannend. Geloof mij, want we zitten nu een beetje op zo'n punt dat we nu gewoon actie moeten ondernemen, anders gaan we hier gewoon dood. En dat zullen we ook in de volgende episode zien, maar dit is gewoon het elfendorp wat straks. Dit wordt nog wel een belangrijke storyline, dus denk maar niet van oké, dit is maar een simpel elfendorp. Nee, dit wordt gewoon heel belangrijk en het gaat ook een grote rol spelen. Nou, goed, we gaan weer verder, want er is nog meer te zien. Dus kunnen wij hier nog rechtdoor lopen en dan kom je hier langs het pad. Kom je opeens bij een klein mijntje. En dan denk je, wat de fuck, klein mijntje, waarom? Ja, ik vind het leuk. Als je hier dan een keer langs loopt qua episode, zie je dan opeens een klein mijntje. En dan denk je, wat is hier allemaal te zien? Dat willen kijkers graag zien, denk ik. En ja, dat is grappig. Zo kun je dit zien in behind the scenes en allemaal van dat soort kleine detailleringsdingen. Die gewoon hartstikke leuk zijn. En als je het gewoon, ja, uiteindelijk is het dus gewoon dat de details het eigenlijk gewoon doen. Want als jij bijvoorbeeld naar My Kingdom zou gaan kijken, of naar, weet ik veel, Kingdom
turkos, weet ik veel, dan zul je zien dat dit wel wat beter is op het gebied van bouw. Het heeft gewoon wat anders. Niet dat ik het wil bekritiseren, maar ik wil zelf, als ik gewoon hier loop, wil ik iets laten zien wat ik heb gebouwd ondertussen. Wat is zo vet? En dit zijn maar gewoon kleine dingen, zoals kapotte huizen die helemaal kapot zijn, of gewoon een hekje of een pad. En ja, gewoon een heel landschap daarachter, een dorp. Hier komt misschien nog een keer wat tussen. Maar goed, we zitten hier nou ook bij een belangrijk stuk van Kingdom Era. Kingdom Era is eigenlijk gewoon gesplitst in twee stukken. De noordelijke landen en de zuidelijke landen. En we zijn nu op het moment zijn we in de zuidelijke landen, zoals je kan zien. Maar ja, als je naar de noordelijke landen wil, moet je door deze tunnel heen. En deze tunnel is vrij lang. En best wel saai. Dus toen dacht ik van, hé, weet je wat, laten we hier gewoon een episode van maken. Dus toen kwamen we hier. En had je een soort van dubbele splitsing dat je op kon. Hoort hier ook nog iets te zitten. Maar dat komt later in storyline. Wordt deze kamer best belangrijk. Laat ik het nu nog zien. Oh, dat was mijn telefoon. Ik zal die even snel wegdoen. Want dan heb je er geen last meer van. En ja, dan kom je hier. Kom jij bij een soort van catacombe of zoiets. Hier hangen wat vlaggen van de Darker Armies. Weet je wel. Dat is toch wel weer wat spectaculair. Van oké, dit is overgenomen. En hier zitten dan ook veel orks die natuurlijk spullen gaan verzamelen. Nou, en ik zat ook een beetje te kijken naar Lord of the Rings films op het moment. En toen zat ik te denken aan de Mines of Moria. En daar zitten heel veel van dit soort dingen. En er zitten dan van die snel uitgegraven mines waar ze dan naar binnen konden gaan. Van die tunnels en zo, van die goblins. En zoiets wilde ik hier ook doen. En dat hebben we hier dus ook gedaan. In storyline zaten we hier, toen was het heel donker, toen sloeg ik die weg. Ik zal hem even selecteren, even met F1. Zo, en dan is het helemaal donker hier, dan zie je helemaal niks. En dan in één keer tors, hoppa! Is hartstikke mooi, zie je dat? Maar goed, we lopen even verder, want de mines zijn nog best wel groot. Hier komen we ook alweer kalligmieten tegen, dat zijn hangende stenen zoals je ziet. Die puntvormen, als die naar beneden vallen, wat je zo door die dingen doorboort. En ja, dan kom je hier bij iets wits, en dan denk je, wat de fuck is dit? Nou, dit zijn wortels van de bomen, van de Yggdrasil bomen die hier lopen, of zitten. Je hebt één grote Yggdrasil boom, die er straks komt. Dat komt nog in de storyline, dat ga ik jullie allemaal nog uitleggen, dat komt allemaal goed. En dit zijn eigenlijk als het ware gewoon zijn jonge bomen, die gewoon, dat zijn afstammelingen. Maar die hebben niet veel macht. En ik heb in storyline, heb ik een van de Yggdrasil saplings, die ervoor zorgt dat er een soort van magisch iets ontstaat. En dat wordt vet, dat ga ik jullie ook laten zien. Hier zat, dit stuk is nog best wel interessant. Want zoals je ziet, dan denk je echt van, het is hier hartstikke diep. Maar als ik mijn shaders uitzet, even kijken, oh. Is het helemaal niet zo diep, zie je? Het is dan helemaal niks. Het is gewoon eigenlijk gewoon een simpele kloof. Die gewoon is omgebouwd. Dus het is niet echt. Wauw, weet je. Maar goed, ik ga even de shaders weer aandoen. Want zonder shaders ziet het er niet echt geweldig mooi uit. Zo ja. Oké, dan lopen we verder. En dan kom je hier bij een soort van bouwsysteem. Waar hier dan ook weer allemaal werkers zitten. Die de hele tijd aan het werk zijn. Hier zie je weer wortels. Hier zitten een paar kratten, weet je wel. Een beetje dat het weer wat gedetailleerd maakt. Dit zijn ook metadata's, als voor de mensen die denken van wat de fuck zijn dit voor is dit voor iets. Metadata's zitten in het pakket van Conquest en die maken het juist verder. Waardoor je meerdere blokken hebt. Nou, we lopen nog even iets verder en dan komen wij bijna bij het eind. Hier zie je alweer het einde van de tunnel. En dan kom je alweer aan bij, Lagspike. Kom jij in de noordelijke landen, de Northern Lands, zoals je ziet. Nou, hartstikke vet. Dan kan je hier doorlopen en dan zie je allemaal grote bomen natuurlijk die denken van, hey, wat? Waarom aan in noordelijke landen? Nou, hier is de oorsprong van de elf ontstaan. In de vorige episode heb ik me hierin verschuild met Sam. Dit was eigenlijk gewoon zo'n sneakhuisje waar je daarin kon zitten. Dat doen elf ook altijd als ze rovers tegenkwamen, konden ze gewoon in dit soort huisjes zitten om van ze af te komen. Nou, je kan hier gewoon verder lopen en er is gewoon veel te doen hier. Maar dit was echt een dramatisch punt hier. Net voor de stad, dat we wilden gaan kijken wat is hier allemaal aan de hand. Ja, ik ga wat laten zien. Dit is best wel nice. Vanaf hier, ja, daar vliegt al een boot. Die wordt op een moment wordt er aangewerkt. Maar vanaf hier heb je echt best wel een vet uitzicht. Als je die stad moet verdedigen, jongen, dat wordt makkelijk. Want ze moeten eerst over deze rivier heen. En dan uiteindelijk moeten ze dan nog over de muur heen. Dus, en die zit natuurlijk ook weer vol met allemaal spulletjes die weer tegenwerken en zo. Ja, dat is allemaal weer wat nieuws. En dat vult het toch weer aan. Maar ja, je kan nog een andere kant op, want hier zit natuurlijk gewoon de ingang naar de berg, naar de zuidelijke landen. Maar je kan ook nog gewoon naar een andere plek, want hier loopt ook nog een pad. Dit is als het ware een T-splitsing. Nou, hier kom je bij een meer.
Dat is nog niet zo speciaal, maar hier loopt nog steeds gewoon de muur langs. Ik kan ook zien dat het gewoon een wat grotere stad wordt. Het wordt natuurlijk niet zo groot als Zephyrin van onze goede vriend Dennis. Omdat dat is echt een mega stad, man. Echt niet normaal. Nou, en onze stad komt ook eens in die richting. Er komen wel grote gebouwen in. En ja, dan moeten we even gaan kijken, want we zijn nu met het hele team zijn we echt super druk bezig. En het wordt steeds gezelliger. Nou, en dit is eigenlijk gewoon die elfenbeest die hier zit. Dat is eigenlijk, of nou, elfenbeest, orkenbeest. Dat is iets waar we met het hele project aan hebben gewerkt. Zoals Branko, die heeft hier gewoon bevroren vlees. Dat is op zich ook wel droog. En er zitten hier allemaal hoofden op palen, weet je. Dat heeft volgens mij Monster gedaan, weet ik niet zeker. Of Thijs of Lucas. En ja, dan kom je langs dit soort dingen. Dit zijn gewoon kleine tentjes waar weer iets is gedaan. Zo heb je hier hangend vlees, hangende konijnen. Ik weet niet wat dit is. Volgens mij is het gewoon een soort van dik stuk vlees, weet je. En ja, je hebt hier ook gewoon sneeuw met... Wat is dit? Het lijkt wel een beetje op curry of zo, weet ik veel. Allemaal van dat soort dingen. En als je hier overheen vliegt, dan zie ik gewoon echt denken van... What the fuck, man? Dit ding is helemaal random gemaakt. Het is ook helemaal random gemaakt. Niks is uit structuur. Alles is bijna niet hetzelfde. Er zijn wel een paar dingen gekopieerd, zoals die teentjes. Omdat die gewoon telkens onmogelijk waren om te maken. Als je ze allemaal verschillend wilde hebben. Maar uiteindelijk is het toch wel gelukt. Alles zit gewoon op zijn plaats. Hier heb je een wachttoren, je hebt dode bomen. Ja, hier is de gevangenis waar Timo aan zat. Je hebt hier bijvoorbeeld Conquest heb je gewoon metadata's en dan heb je gewoon touw hier omheen gewikkeld, hier een touw eruit en dan zit hij hier eigenlijk al vast. En dit was dan de kooi waar Timo aan zat. Ik ga hem even dichtmaken zo. Oh nee, kan niet. Ik heb de dingen er niet voor, jammer. En dit was natuurlijk de brug. En deze brug vind ik zelf wel best wel leuk geworden. Het is een beetje overkapt. Maar hieronder zie je echt gewoon iets van Western terug. Want dat het niet echt allemaal stabiel is. Het is echt gewoon random gemaakt. En ik zit te denken om ook weer een keer een Western build te maken. Gewoon iets als een cowboy iets. Dat lijkt me wel lachen. Ik heb laatst een cowboy film gezien en dat heeft me best wel geïnspireerd. Hier zie je ook... Allemaal verrot voer en shit wat de orks niet willen. Dus er vliegen allemaal mugjes bovenheen. Dit is gewoon een kamp. Hier kunnen orks zitten zo van... Oh, brr, het is zo koud, ik moet hier warm worden. Dat soort shit. Nou, dat heb je hier allemaal. Het is allemaal rekening mee gehouden. Hier zit een klein rat. Nou, dat is eigenlijk gewoon bullshit. Want het is een rat zit gebruik je meestal gewoon puur als je bij een watervalletje zit. En ja, daarvoor gebruik je het. Maar niet als je het gewoon hier een random in de rivier zit. Er moet wel een beetje een versnelling achter zitten. Dat is Sam niet echt goed doordacht. Maar het ziet er leuk uit, dus we laten het gewoon als detail hier staan. Ook al heeft het niet echt veel invloed op iets. Ja, en dan heb je hier gewoon die rivier die er gewoon tussendoor ging. En dat er allemaal spullen hangen. Hier hangt bijvoorbeeld een kleine kano. En dan kunnen ze gewoon tjak tjak. En dan valt die kano in het water, kunnen ze varen. Hier heb je visnetten, alles erop en eraan. En ja... Het is gewoon hartstikke leuk hier. Als je hier zo over die rivier gaat, dan zie je echt gewoon de mooiste dingen. Dus het doet me gewoon echt denken aan een elfenfilm of zoiets. Lord of the Rings. Zo'n gevoel brengt het me wel, weet je. En dat vind ik gewoon leuk. Dat wilde ik ook een beetje creëren door dit land te maken. Dat het gewoon wel weer een beetje een roleplay-achtig iets geeft. Nou, natuurlijk is dat met Kingdom zo. Maar ja. Ik denk dat het wel was, mensen. Ik ga hier ook de episode afsluiten. Ik hoop dat jullie in ieder geval geliked hebben van deze korte tour. Ook al heb je wel veel kunnen zien van de Kingdom of slash King Wars episodes. Shizzle Wizzle. En ja, laat natuurlijk een like achter. Ik bedank je bij het bouwteam van Kingdom Era. En ja, ik hoop dat jullie ook even abonneren op Watchjagger. En dan zie ik jullie bij de volgende Kingdom Era. Later.